Wendy's Wonders. En dan inbaan 2, de regerend in- en outdoor kampioenen. Vijfvoudig nationaal op de 800 meter. De vallei-dokter van AAC, Yvonne Bak. Graag stilte bij de start. Op uw plaatsen. En dan de uitslagen van het heerschapsgebeuren voor de mannen. We zien het op het scherm. Sander Haarten wint in deze wedstrijd met 15,16 voor Gravis van Netten met 14,64. En Jelle van Kesteren in zijn laatste poging naar 14,41. Goed voor de roze winnaar. Niet gelukt voor Monique Janssen en Anita Kallegatson, de 43 gaan naar grotere hoogte met Femke Plauen, met Rianne Galliant, Robin Linkermühle en Annemieke Dunning. We krijgen de bel voor de laatste ronde, de twee jonge atletes aan de leiding, Carlijn van Es van PAC en Jurantie Mathilde van Energie. De vierde ronde, of één atleet die op haar ook mag komen, dat is natuurlijk de leider in de wedstrijd van het Helse Utrecht, Julian Wouters. Inmiddels schuift naar voren in volle hart naar achteren Jurantie Mathilde, de atleten van Energie uit het Maagdrecht, daar meldt zich ook Marlies Manders momenteel in derde positie. En ik begrijp dat Julian Wouters deze vierde poging overslaat. We gaan dus verder met de vijfde ronde en naar de finish van achteruit. Rechtstreeks door naar de finale Yvonne Hak en Marlies Manders. De tijd voor Yvonne 2:10:45.